Welkom bij RTV 80. Welkom bij de stemming. De stemming staat de komende dagen volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 21 maart gaat u weer naar het stemlokaal. In onze gemeente kunt u kiezen uit 8 partijen. Maar als u in het stemhokje staat, moet u uw stem uitbrengen op 1 persoon. Ontzettend leuk vond om met Annelies om 's avonds in de uitzending te zitten en eens op een rustige manier met elkaar te praten over onze mooie gemeente en over de politiek. Oké. Aan jou dezelfde vraag, Annelies. Ja, ik vond het een ontzettende leuke uitnodiging en het is weer eens wat anders dan alle debatten. Jullie hebben een hele drukke agenda gehad ondertussen. We hebben er heel veel gehad. We zijn erg moe. Ja. Nee, 8 volgens mij. 8? Ja. Oh, oké. Okay. Genoeg. Nou, nog een paar dagen, dan komen de verkiezingen eraan, dan zijn jullie zover. Met welk resultaat zou je na afloop van dit gesprek tevreden zijn? Wat een leuke vraag. Ik denk als wij drie er en alle drie een heel goed gevoel over hebben en we gewoon een prettig gesprek hebben gehad. Want volgens mij heeft iedereen het zo, laat ik zo zeggen, ik heb het na al die jaren zo ontzettend gehad met het tegen elkaar uitspelen en boosheid en polarisatie en volgens mij ook heel veel inwoners. Dus het lijkt mij een verademing en ik zal heel blij zijn als we gewoon een goed gesprek hebben gehad. Gewoon een fijn gesprek met elkaar. Dat kan je alleen maar beamen, denk ik. Ik kan het alleen maar beamen, ja. Het is vrijdagavond. Dus. Precies, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, laten we het een beetje relaxed houden. Ja. Nou, dus je bent geboren en getogen in onze gemeente. Ik las ergens in een of ander artikel, je bent best wel actief ook geweest als hockeycoach. Ja, is dat zo? Ja, 10 jaar ben ik actief geweest als hockeymoeder en coach van het team van onze oudste dochter. Ja. En doe je nu nog iets aan sport? Nou, als je coach bent, doe je niet aan sport. Nee, maar ik bedoel, doe je zelf nu nog iets aan sport? Nee, ik doe niet zo heel veel aan sport momenteel, nee. We hebben geen tijd voor. Politieke sport. Ja. Ja, dat is ook een sport. Ja, zeker. Vooral denksport. Ja. Jij bent niet geboren in Bergen. Waar kom je vandaan? Nee. Ik ben in Enschede geboren, maar daar heb ik maar relatief kort gewoond. En ik heb behoorlijk veel omzwervingen in Nederland gemaakt. Ik heb lang in Delft gewoond. Ik wil weer nadenken. Daarna zijn we naar Woudrichem gegaan in Noord-Brabant. De plek waar Maas, Merwede en Waal samenvloeien. En daarna ik heb nog in Assen gewoond. Ik heb heel lang in Utrecht gewoond en Amsterdam. Dan vergeet ik vast nog een paar. En nu sinds een jaar, ruim 10 jaar in Bergen. En bezig geweest met de kunst in Laagse, de organisatie daarvan? Ja, ik woonde net in Bergen. En ik ben toen eigenlijk al vrij snel gevraagd om de kunst in Laagse te organiseren. En dat heb ik met ontzettend veel plezier en liefde gedaan. In Bergen. Kan ik me iets meer voorstellen? Ja. En het is werkelijk de meest fantastische integratiecursus geweest om in Bergen te komen wonen. Je leert heel snel heel veel mensen kennen. Ja. Heel snel heel veel mensen kennen. Ook de politiek. Oké, okay, en dat is ook de aanzet geweest? Ja, ik leidde ieder jaar het college rond. En op een gegeven moment vroeg Alwin Hietbrink, voormalig wethouder van GroenLinks, van Fem, zou jij het niet eens leuk vinden in de politiek? En het leek mij helemaal niet leuk in eerste instantie. Maar ik zei, nou kom maar een keertje kijken. En toen ben ik bij GroenLinks ingerold. Waar kom jij graag in je vrije tijd in onze gemeente? Wat zijn jouw favoriete plekken? Nou,
kom, ja, ik mag geen namen noemen. Is dat je mag alle namen noemen. Ja? Ja, nou, ik ben een grote fan van fabels. Ja. Dat is wel bekend ook in Bergen. Ja. Daar breng ik heel wat uren per week door. Het is gemoedelijk. Ik vind het leuk. En ik voer daar ook veel gesprekken. Ik kom Fem ook vaak tegen. In elke hoek. Nou, ik ben jij niet vaak, maar jij precies. Ja. Nee, als ik gesprekken heb, ook politiek gerelateerde gesprekken, ga ik graag naar fabels. En ja, ik kom graag op het strand. Ik kom graag in de boekwinkel. Ik kom graag bij Brechtje Olsthoorn, de interieurzaak, want daar werkt mijn schoonzus. Het belangrijkste is dat ik altijd graag onder de mensen ben. Dat is echt wel mijn ding. En op een gegeven moment heb je ervoor gekozen om lijsttrekker te worden? Nee, daar heb ik niet voor gekozen. Ik ben gevraagd. Oké, op een gegeven moment hebben ze je gevraagd. Ja. Maar was er een bepaalde drang dat je dat ook wilde? Of dat je de politiek in wilde? Of hoe, Nou ja, ik kom natuurlijk vanuit een andere situatie. Ik heb een rechtszaak gevoerd. Dat is algemeen bekend. Tegen de gemeente? Tegen de gemeente, ja. Tegen het college. In verband met handhaving van mijn atelier. Dat heeft 3,5 jaar geduurd. En ik heb eigenlijk gaandeweg dat proces... liep ik tegen dingen aan op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van juridische zaken, waarvan ik dacht, ja, dat kan anders. Ik was vroeger apolitiek. Ik wist eigenlijk niet eens het verschil tussen college en raadsleden. Dat klinkt nu eigenlijk heel vreemd, maar toevallig, ik was van de week op de Bosschool voor een presentatie. En dan is, je voelt hem al aankomen, dan is de vraag, wie is de baas van de gemeente? Ja. Nou, dat is de burgemeester. Nee, dat zijn de raadsleden. Nou, zo dacht ik er dus ook over. En vanuit dat proces raakte ik heel erg geïnteresseerd in politiek. Dus na het beëindigen van mijn rechtszaak heb ik me bewust aangesloten bij gemeentebelangen, een lokale partij. Want je wilde? Ja, ik wilde wat krom is, wil ik graag recht hebben. En dat willen we natuurlijk allemaal. Maar ik heb er echt bewust voor gekozen om, ja, om actief deel te nemen aan het proces. Ik wil het graag anders. Oké. Okay. Jij hebt al 4 jaar in de raad gezeten. Nee, 2 jaar. Nee, 2,5 jaar nu volgens mij. 2,5 jaar, ja. Oké. Okay. Mag een dag meer of minder zijn. Waarom heb je ervoor gekozen om nu als lijsttrekker door te gaan? Ik ga bijna... Ik heb ook niet voor gekozen. Nou, dat klinkt een beetje flauw. Ik ben gevraagd, tot mijn eigen verrassing eigenlijk. Maar goed, als ik het zit wel in mij. Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. In die zin ben ik redelijk ambitieus eigenlijk. Ook het moederschap geweest in alle dingen die ik eigenlijk in mijn leven heb gedaan. Dus ik was heel verrast. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, oké, leuk. Dan ga ik er ook voor. En dan kan ik voor mijn gevoel ook alles ervoor uithalen wat ik eruit zou kunnen halen. Dus al, ja. Het is nogal een pittige job ook. Hè? Heel veel mensen denken van, die mensen die zitten een beetje in de raad. En, als het maar waar. Een paar uurtjes met de vergaderingetjes. Hoeveel uren in de week ben je daarmee bezig, Annelies? Nou, ik ben het laatste half jaar ben ik gewoon echt fulltime bezig. Ik denk dat ik nu echt 16 uur per dag politiek bezig ben. En hoe is dat straks na de verkiezing als dat voorbij is? Nou ja, Femke... Als jullie in de raad komen uiteraard, want dat is belangrijk. Hè? Dan moet daar ga ik vanuit. Daar ga ik vanuit, hoor. In ieder geval komen wij wel in de raad. Wij komen wel in de raad. Ja. Nee, kijk, als raadslid, maar daar heb ik dus nog geen ervaring mee. Ik was commissielid. Jij bent raadslid. Ga ik ervan uit dat ik straks rond de 20 uur productief ben per week. Maar dat is wishful thinking. Ja. Nu in aanloop naar de verkiezingen, denk ik wel. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar het laatste half jaar ben ik echt wel... ik ben 7 dagen per week bezig met politiek. En heel veel uren per dag. Want het is niet alleen gesprekken en dingen die je allemaal moet doen voor de campagne. Maar je moet ook heel veel lezen. Ja. Ja. En... hoe denken ze daar thuis over? Nou, ik heb een ontzettende flexibele man. Onze oudste dochter studeert in Friesland en is in het weekend thuis. Ik heb zelf het idee dat onze dochter mijn politieke aspiraties iets minder leuk vindt dan onze zoon. Die vindt het fantastisch. Doen ze dat bij jou thuis? Nou... de kritiek wordt wel steeds groter, want... vanavond ook weer vlak voordat ik wegging. Ik was heel, ben de hele dag weg geweest. Heel even thuis. Nee, het kost ontzettend veel uur. En, alles draait op. Ja, mijn kinderen ook. Die hebben zoiets van... die vinden het allemaal hartstikke leuk wat ik doe. Maar die willen weten wat het verdient. Maar vooral wanneer ik weer thuis ben. En
die hebben het idee, terecht overigens ook nu hoor, dat mijn fractiegenoten en politiek collega's veel meer zie en spreek dan mijn eigen kinderen. En dat is helaas ook het geval de laatste tijd. Je zegt, je kinderen willen ook weten wat het verdient. Heb je ze het uitgelegd? Ja, daar waren ze iets minder blij om. Het is, liefdewerk, oud papier vind ik altijd zo ondankbaar klinken. Want het is natuurlijk, dat is het natuurlijk niet. Maar het is, je krijgt een vergoeding. Je doet het niet voor het geld. Integendeel zelfs. Ja. Je moet toch wel echt, je moet wel heel gedreven zijn. En heel graag iets willen doen en veranderen. Wil je dit doen toch, denk ik. Ja. Wat maakt jou een goede lijsttrekker? Jeetje, wat maakt mij een goede lijsttrekker? Wat eerst wat me in me opkomt, ik denk dat ik heb een groot hart. En ik ben heel erg van verbinding zoeken en partijen samenbrengen. Dat is ook iets wat ik in de kunsttiendaagse altijd heel erg heb gedaan. En eigenlijk in alle dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik ben een mensenmens. Ik vind het heerlijk om in een groep te werken. Ik word geïnspireerd door andere mensen. Dus ik denk dat dat. En ik kan heel veel dingen voor elkaar krijgen. Als ik echt mijn wil ergens opzet en echt overtuigd ben dat dat moet gebeuren of een verbetering is of bijdraagt. Ik heb een enorme liefde voor bergen. En dat is in ieder geval een drive of een passie waar ik me heel graag voor in wil zetten. Daar zet ik me in ieder geval ook echt helemaal voor in. Mooi. Code Oranje. Mm-hmm. Dat zie je aan haar. Daar ben jij mee begonnen ongeveer in onze gemeente, denk ik. Nou, eerlijkheidshalve Hans Haring, mijn collega. Toen ik net bij gemeentebelangen aantrad, had ik sowieso al die indrukken, al die termen. En dat moest allemaal binnenkomen. En toen viel ergens Code Oranje. En dat heb ik geparkeerd. En toen dacht ik van, Code Oranje. En toen hebben we... Jij was erbij, dat eerste congresje hebben georganiseerd. Volgens mij 1,5-2 jaar geleden. Toen ben ik daar wel door getriggerd geraakt. Hoewel ik in het begin dacht ik dat het een beetje een zweverig iets was. Ik ben niet zo van het zweven, maar het is een mega interessante beweging. Het is iets nieuws en het heeft me echt... het heeft me geraakt. Code Oranje is eigenlijk een nieuwe manier van politiek drijven, democratie, hoe je met elkaar kunt omgaan. Volgens mij was het daarvoor de burgemeester. Dat is de voorganger, heb ik begrepen, van Code Oranje. Toch? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. Ik ken het echt alleen maar als Code Oranje. Volgens mij was het daarvoor een beweging de burgemeester. Een van de mooie uitspraken, wat je regelmatig terug hoort komen als je naar Code Oranje luistert, is dat maar die zin klopt inmiddels niet meer. Want de een zegt ja tenzij, de ander zegt nee mits. Of ja tenzij. En wat is het nu wel? Nou, het belangrijkste is denk ik dat het top-down besturen, dat niet meer toegepast wordt. Dat is ook heel gedateerd. Het is oude politiek. Ja. Lef, durf om hiërarchie of ook de coalitie-oppositie rolverdeling los te laten. En met elkaar proberen te gaan besturen. Dat is heel moeilijk, want oude patronen loslaten is gewoon heel moeilijk. Ja, kan ik me iets voor voorstellen. Ja. Welke kansen zie jij voor de gemeente nu? Stel je voor, jullie worden een grote partij inderdaad. Dat hoop ik, ga ik ook vanuit. Veel zetels? Ja. Ik zie heel veel kansen, want ik denk dat we niet... hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Ik bedoel, het heeft voor zoveel verdeeldheid in het dorpen, in een aantal kernen, maar ook vooral in de raad gezorgd. Ik weet dat ik toen ik 2,5 jaar geleden in de raad kwam, en ik was echt, geloof ik 2 weken commissielid geweest, dus dat ik was echt totaal groen kwam ik, om het maar even bij mijn partij te houden, de raad in. En ik heb alleen maar de eerste tijd heel erg rondgekeken en geluisterd en ik was echt verbijsterd over... Hoe er met elkaar omgegaan werd. Gewoon de cultuur in de raad. En ook hoe weinig het over de inhoud ging. Maar vooral heel erg op de persoon spelen. En wie is het meest gevat. Elkaars vliegen afvangen. En welke kansen zie je nu voor de gemeente? Dankjewel voor de vraag. Welke kans ik zie is dat we gewoon gaan samenwerken. En dat we gewoon voor de inhoud gaan. En een gemeenschappelijk doel. En dat zou door middel van...
bijvoorbeeld wat ook het Code Oranje aanhangt, een Democratic Challenge en volgens mij ook daarvoor de burgemeester, is inderdaad dat je voor een aantal punten een raadsbreed akkoord afsluit over een aantal dingen waar je gewoon uitgangspunten, waar je het met z'n allen over eens bent, van wat wil je maatschappelijk neerzetten of wat is onze omgangsvormen, dat noemen ze ook wel politieke hygiëne, van hoe ga je met elkaar om. Politieke hygiëne. Politieke hygiëne. Ik heb hem van de week geleerd. Ik denk, die ga ik erin zetten. Kan je dat uitleggen? Wat politieke hygiëne gaat heel erg over van hoe ga je met elkaar om. Zeg maar, wat is eigenlijk de code hoe je met elkaar omgaat? En ik denk, gezien het feit wat er allemaal in de raad gebeurd is dat het me heel goed lijkt als we daar gewoon echt overeenstemmingen bereiken. En dat we gewoon goed naar elkaar luisteren. En dat we gewoon met name het gemeenschappelijk doel formuleren en dat nastreven. En dat gemeenschappelijk doel is het gemeenschappelijk doel van de inwoners. Ik denk, dat we allemaal eigenlijk uit beginnen met dezelfde doel. Namelijk dat we een mooie gemeente Bergen willen hebben. Ja. En beter. En dan denk ik van, dan moeten we samen daar een aantal maatschappelijke opgaves in kunnen formuleren. Hoe we dat gezamenlijk gaan bereiken. En ik wil niet voor wij als GroenLinks, maar ik ga niet van die spreken, maar zoals ik gemeentebelangen ook zie, denk ik dat we ontzettend goed kunnen samenwerken. Zie je coalitiegenoten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat gemeentebelangen zit zeg maar een beetje tussen VVD en GroenLinks in. En ik voel me daar wel thuis. Wij voelen ons als groep daar bij thuis. We hebben dat groene, maar we hebben ook een beetje dat liberale. Ik zie ons wel als partners. Ja. Als ik naar mijnstem.nl kijken. En als je er naar kiest, dan krijg je op een gegeven moment een uitslag. Dan krijg je te zien. En dan zie je eigenlijk dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Als jullie daar naar kijken. Dat geldt ook voor andere partijen. Ja, maar dan bedoel ik, alle partijen zitten heel dicht bij elkaar. Nee, als ik je mag onderbreken. Ja. Ik heb op de Bosschool hebben het bij verschillende klassen gedaan. Je ziet dat GroenLinks, gemeentebelang en VVD heel dicht bij elkaar zitten. Maar je ziet bijvoorbeeld dat BBB en Partij van de Arbeid ook heel veel. Mensen die keuzes maken, komen toch daar of daar? Ja, maar dan nog liggen die percentages niet zo heel veel uit elkaar. Volgens mij zijn we over. Daar zit niet zo'n heel groot verschil tussen. Tussen 70 en 50 of zo, of 40. Dat is niet zo heel erg veel, denk ik. Nou, wel de partijen die, tenminste, het klopt wat je zegt, de partijen die dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld bij de klas van Valentijn, onze zoon, zag je heel veel kinderen kwamen echt of bij VVD uit of GroenLinks en gemeentebelang. En dat verschilt dan 1 of 2%. Maar dan Partij van de Arbeid of bijvoorbeeld BBB, 10%. Ja. Maar als je daar dan stemt, komen wij weer laag uit. Want ik zag dat op een gegeven moment. Ik dacht, dat zit zo dicht bij elkaar. Iedere zichzelf respecterende partij en zichzelf serieus nemende partij, die moet nu besluiten om zichzelf op te heffen. Gewoon samenwerken met elkaar. Nou, dat raadsbreed. Daar ben ik sowieso, voor samenwerking ben ik sowieso heel erg. Want je moet het uiteindelijk ook samen doen. Wat maakt het lastig om te doen wat je wil doen? Nou, het is lastig om in de oppositie te zitten. Ik bedoel, het is lastig om als politiek, dat is mijn ervaring de afgelopen jaar, het is lastig om als politieke partij in de oppositie iets voor elkaar te krijgen. Je taak als oppositie is eigenlijk het coalitieakkoord, kritisch bekijken en becommentariëren en eigenlijk ook checken. Nou, dat hebben we denk ik zeer gedaan. En wat GroenLinks betreft niveauseren op de inhoud. En toen was ik de. Hier moet het dus eigenlijk vanaf, hè? Dat is precies wat Femke aanstipt. Code Oranje fan en hoe je het ook wil noemen. Kijk, Fem. Fem. Nee, we moeten af van het coalitie-oppositie voeren. En samenwerken. Ik vind dat we met een schone lijn moeten gaan beginnen. Ik vind dat we over onze eigen schaduw vooruitkijken. Over onze eigen schaduw heen stappen. Ja. En wij komen uit de positie-oppositie nu. Het klinkt gek, maar het zou makkelijk zijn om straks, als wij er goed uitkomen, te denken, hé, nu gaan wij ook in die comfortabele positie zitten en gaan we het gevoel wat we de afgelopen jaren gehad hebben, het is heel moeilijk om dat los te laten. Maar ik denk dat wij er allebei hetzelfde in staan om straks de oppositie-coalitie los te gaan laten. Alleen dan kan je echt met een schone lei beginnen. En ook iets anders doen. En iets anders. En dan moet er een soort werkagenda komen met groot punt, belangrijke punten. En dan komt het partijpolitieke vechten.
gaat op de achtergrond. Want uiteindelijk doen we het voor de inwoners. Maar we zijn nu echt oppositie, coalitie. Over inwoners gesproken. Verslaggever Evert Visser, die is in gesprek met twee Egmondse dames. Die even uitleggen wat ze heel graag terug willen hebben in Egmond aan Zee. Ja, we zouden heel graag ons zwembad weer terug willen hebben in Egmond aan Zee. Voor het toerisme, bij slecht weer, moeten er toch voorzieningen zijn. Ook voor de kinderen en de bewoners zelf. Dus dat is één ding, ja. Ja. Dat is het belangrijkste wat eigenlijk zou veranderd moeten worden. Ja, er zijn natuurlijk wel meer dingen, maar dat kan ik nu even niet zo gauw... U zegt er zijn meer dingen, wat dan meer? Nou ja, ik vind dat ze ook gewoon meer loyaliteit moeten hebben met zomerhuizen. Dat er gewoon meer mensen gewoon mogen inwonen. Ze hebben weinig ruimte voor jongere mensen. Niet iedereen wil uit Egmond natuurlijk. Kijk, iedereen wil graag bij zijn ouders in de buurt blijven of bij je broers en zusters. Maar als er niks is, dan je gaat niet in Zaandam wonen. Dan moeten er nieuwe woonwijken bij? Nou, als het kan wel, maar dan ook wel betaalbare woonwijken. Niet van 1000 euro of 1200 euro voor stad, dus die kunnen dat niet betalen natuurlijk. En als je straks gaat stemmen, gaat u daar dan rekening mee houden van welke partij dat wil? Jazeker, ik wel hoor. Weet u welke dat is? Ja, maar dat ga ik jou niet vertellen. Dat is nou jammer. Nou, ik weet het zo even niet. Nee, ik moet toch even goed overwegen. Ja. Maar ik wens jullie in ieder geval succes met... Voordat we verder lopen, wat gaat er wel goed hier? Wat is er fantastisch? Wat is er fantastisch? Nou, we wonen hier natuurlijk fantastisch. En ook de winkelstraat vind ik dat het wel eens wat meer opgeleukt mag worden. Dat verarmt een beetje. Nou ja, zo zijn er wel een paar kleine dingetjes. Hè? Daar kan je toch niks aan doen. Ik bedoel, ja, het is, we zouden graag een mooie groenteboer of een verse slager hier willen. Maar ja, de mensen gaan er ook niet toe, omdat het te duur is. Kijk, in Bergen zijn er gewoon 2-3 slagers en dan kun je gewoon lekker een biefstukje halen. Maar hier moet je gewoon altijd maar hier naartoe. Ja, gelukkig dat hij er nog is. We zijn daar blij om hoor, hij moet ook niet weg. Maar, hè? Je hebt weinig keuze hier, je hebt geen keuze. En dan niet even 10 kilometer in de auto naar Bergen om een biefstukje op te halen. Dat is helemaal een duur stukje vlees, hè? Je mag niet zoveel vlees eten voor het milieu, dat weet je. Nee, absoluut. Voor ouderen is het een probleem natuurlijk. Vooral voor ouderen is het een probleem. Ja, ja, daar zou meer rekening mee gehouden moeten worden. Ja. Nou, dankjewel. Hè. Ja, ik wens jullie veel winkelplezier. Succes. Dag, bedankt. Doei. Duidelijk verhaal van deze Egmondse dames. Duurzaam stukje. Duur stukje vlees en duurzaam klonk heel goed. Precies, in. Dat past in jullie straatje, wel in jouw straat. Duurzaam is een van onze onderdelen. Precies. Ja. Welke relatie zou je willen hebben met de inwoners? Nou, ik vind sowieso een laagdrempelige relatie. Ik ben graag in gesprek met de inwoners. En de consequentie daarvan is, en die draag ik graag, want ik ben graag in gesprek, is dat mensen me ook makkelijk weten te vinden om dingen... Benaderbaar. Ja, benaderbaar. Dat vind ik heel belangrijk. Geldt voor jullie beiden? Absoluut. Ik denk het wel, hè? Ja, volgens mij zijn we allebei. En we zijn ook allebei inwoners. Dus het voelt altijd een beetje raar. Als je die vraag stelt, welke relatie zou je met de inwoner willen hebben? Dan denk ik van, ja, maar ik ben ook een inwoner. En daar zit geen verschil in tussen mij of iemand anders met dat wie ik gesprek ga. Dat klopt, de inwoners hebben jou wel gevraagd om hun te vertegenwoordigen natuurlijk. En dan is het maar de vraag... Ja, maar ik kan ze alleen maar vertegenwoordigen als ik ook heel erg veel met ze in gesprek ga en luister. Want anders weet ik niet welke stem ik vooral moet vertegenwoordigen. Dus wat je zegt, toegankelijkheid. Dat is toegankelijk in het gesprek, ja. Benaderbaar. Ja. En volgens mij hebben dat allebei. Annelies Adema, stel je bent ambassadeur van onze gemeente. Waar ben je dan echt trots op? Nou, ik ben sowieso trots op de diversiteit, zeg maar, in de gemeente. Ik vind dat wij echt alles hebben. Qua natuur hebben we alles. Maar we hebben, we hebben natuurlijk weilanden, strand, alles, toerisme. We hebben ook mooie oude lanen, oude huizen, musea. Maar ik kan bijvoorbeeld ook genieten van nieuwe villa's of nieuwe manieren van wonen. Want ik vind juist die diversiteit heel interessant. Ik denk dat er voor iedereen alles wat is. Over de villa's gesproken. Ik kwam laatst een heel leuk boekje tegen. Toevallig heb ik het ook meegenomen, want ik vind het dus echt heel erg leuk. Het is een boekje van Monique van Orden. En dat gaat over tiny houses. En daar hoor ik de laatste tijd zo ongelooflijk veel over. Maar ook vaak heel veel onjuiste informatie. Ja, dat is een beetje een verzamelnaam. Goed. Ja, er zijn mensen die denken van het gaat over een caravan of over een... maar het is natuurlijk veel meer dan een klein huisje. Jullie zijn er voorstander van. Ja, kan je er iets over vertellen? Nou ja, het boekje is van Monique van Orden.
Die ook voor GroenLinks in de Raad heeft gezeten. Helaas kort, maar een GroenLinks dame. Komt van de Tiny House Movement. Het is natuurlijk al in Amerika is dat al helemaal over jaren eerder opgezet. Gaat eigenlijk over een hele andere manier van wonen, maar ook een andere manier van leven. Het gaat heel erg leven op het tiny is natuurlijk klein huis. De oppervlakte is ongeveer, het gaat over kleiner dan 50 vierkante meter. Maar gaat ook heel erg over een andere manier van leven. Van off-grid, dus dat je zelfvoorzienend bent op een ecologische, duurzame manier. Dat je weinig, nou geen carbon footprint achterlaat. Dus het is een hele andere manier van leven eigenlijk. Of een soort bewustzijn en van wonen. En nou, dat is iets wat wij ontzettend ondersteunen. Zeker, je hoort die dames ook uit Egmond. Ik bedoel, wonen is een fors item. Of is heel actueel, maar ook een fors item tijdens de verkiezingen. En volgens mij zijn we het er ook allebei over eens. Tiny houses is een duurzame manier van leven. En gelukkig wordt dat ook ineens de laatste tijd door alle politieke partijen voor de rest omarmd. Het kan ook haast niet anders. Want als ik erover na zit te denken, dan heb ik heel sterk het idee dat eigenlijk gewoon de geschiedenis zich aan het herhalen is. Hoe bedoel je? Want toen ik een klein jongetje was, ik ben geboren in Rinnegom, dat is een buurtschap tussen Egmond en Hoeven, binnenin. En daar stonden, wij woonden dan toevallig in een oude pastorie, dus dat was een redelijk groot huis, maar daarna stonden hele kleine huisjes. En die mensen hadden allemaal een stukje grond eromheen. En die verbouwden zelf hun groenten en dat soort zaken. Ja. En dat is eigenlijk niet anders. Nee. Dat is eigenlijk, het is gewoon weer een herhaling van zet. En dat is misschien ook wel de reden waarom het nu ook opgepakt wordt. Dat mensen opeens dat gevoel krijgen dat het klopt. De crisis heeft ons ook even wakker geschud, denk ik. Van we hoeven niet zo nodig meer zo heel veel, als het maar gewoon kwalitatief goed is. Ja. Het is ook heel leuk om na te denken over andere manieren van wonen. Ja. En het daagt je uit om de standaard planologische smaak, om het zo maar even te noemen, los te laten. Dus zomerhuis, villa, groepsaccommodatie of wat dan ook. Maar tiny houses is fantastisch. En je kan enorm je creativiteit erin kwijt. En ik denk dat wij na de verkiezingen toch wel een beetje hierover in gesprek moeten gaan. Heel leuk. Ik sta ook op de lijst, hè, voor een tiny house. Oké. Okay. Dus dan kunnen we binnenkort misschien een keer een kopje koffie komen drinken bij jou. Nee, die verstanden mijn kinderen. Kun je dat niet betalen? Graag gedaan. Leuke baan. Leuk betaald. Nu nog absoluut niet. Maar als mijn kinderen, het gaat natuurlijk ook over een circulaire economie. Consuminderen, minder spullen, minder ruimte innemen. Ik bedoel, ja, we hebben natuurlijk hier een woningprobleem. Maar heel veel mensen wonen heel erg groot in de gemeente Bergen. Ja. En waarom zou ik straks alleen in een heel groot eensgezinswoning blijven wonen als mijn kinderen het huis uit zijn. Ja. Dus ik vind het een mooie gedachte om ook op een gegeven moment plaats te maken voor door te stromen en plaats te maken voor andere gezinnen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Jouw belangrijkste speerpunt, waar zou jij je naam aan willen verbinden? Het belangrijkste speerpunt, Ik heb echt een missie om toch tot een raadsbreed akkoord te komen. Want ik denk dat als we dat voor elkaar krijgen, dat dat een ongelooflijke goede basis is om verder te gaan. Maar ook dus met de inwoners. Ik denk dat de inwoners daar heel blij van gaan worden. Hoe zie jij dat, Femke? Nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Of je specifiek voor GroenLinks iets anders weet. Nee, ik denk. Je kunt het toch met elkaar eens zijn, raadsleden? Nee, maar zeker. GroenLinks staat natuurlijk ook heel erg voor duurzaamheid. En duurzaamheid gaat meer over technische oplossingen als nul op de meet, wat ook heel belangrijk is. Duurzaamheid gaat echt dat je heel erg bij elk besluit dat je daar neemt, dat je nadenkt van hoe is dat voor de toekomst. Dus dat je heel erg toekomstbestendige beslissingen neemt. Ja. En nou ja, dat geldt eigenlijk voor alle beslissingen. En ik sluit me geheel ook bij Annelies aan. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dus 21 maart wordt gewoon weer een dag dat de inwoners een verstandige keuze moeten maken, zodat het zo breed mogelijk gedragen gaat worden, wat jullie betreft. Ik hoop echt dat het een nieuw tijdperk gaat worden. Dat hoop ik ook. Wij met elkaar en een andere manier van besturen. Zeker. Absoluut. Ja. Oké. Okay. De Rijksoverheid heeft er een filmpje over gemaakt en die nodigt ons uit om naar de stembus te gaan. We gaan er eens naar kijken. Thank you.
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Maar waarom is jouw stem zo belangrijk? Zie je gemeente als een koor. Doem, 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 doem. Iedere stem draagt iets bij. Gemeenten werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Want elke stem telt. Welkom terug bij De Stemming. Op woensdag 21 maart aanstaande gaat u uw stem uitbrengen, maar op wie? Wie is die persoon? Wie is de mens achter de lijsttrekker? Wie is mijn toekomstige volksvertegenwoordiger? Is dat Femke Ouwendag van GroenLinks of Annelies Anema van Gemeentebelangen? Bes. Wij stellen de vragen en zij geven de antwoorden, zodat u weet wie u kiest. Ik zou niet zeggen... We zijn weer terug. We zijn weer terug bij De Stemming. Wat waardeer jij in de persoon tegenover je? Wat zeg je? Wat waardeer jij in de persoon tegenover je? Dat ben jij, hè? Nou, dan hoor ik graag. Dat ben jij, Roes. Ja. Ik neem aan dat je Annelies... Ik ben het over Annelies, ja. Het voelt een beetje gekunsteld om dat nu zo te zeggen. Want het is iets minder spontaan complimenten dan dat ik normaal doe. Wat ik enorm in jou bewonder is je bent een power lady en ik bewonder je kracht en je lef en ik bewonder ook enorm de manier hoe je mensen benadert en vooral mensen ook weten mobiliseren. Klinkt zonde, maar ik doe het echt positief, mensen te betrekken en te mobiliseren. Ik heb ongelooflijk bewondering voor jullie hele campagne, op de manier hoe jullie campagne voeren, hoeveel mensen je weet te betrekken, met hoeveel mensen jullie vergaderen. Het is een compliment. Ja. Ik stel dezelfde vraag aan jou. Ja, ik vind Fem een mooie vrouw in alle opzichten. Ik vind haar sprankelend. Ze is zichtbaar. Ze straalt iets moois uit. Sereen, mooi, betrokken. Nee, dat meen ik echt. Ik zie je eigenlijk nooit boos. Ja, ik vind het een hele mooie eigenschap. Positieve uitstraling. Warm. Ja. Dank je. En ook girl power. Ja. Welke twee vragen zou je Femke willen stellen? Jeetje, moet dat, Ruud? Niets moet. Ik zou het echt niet weten. Nee. Is er iets wat jij van Annelies zou willen weten nog? Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar ik zou eigenlijk wel willen weten wat ze... Ik zou wel eens iets van je... Waar heb je jeugd doorgebracht? Wat heb je gedaan? Wat zijn je passies? Wat was je droom? Wat wilde je vroeger worden toen je klein was? Het zijn er vier. We beginnen bij de eerste. Oké. Waar heb je jeugd, waar heb je jeugd doorgebracht? In Bergen. Ja, ik heb op de vrije school gezeten, lagere school. Waar die, bij de Prins Hendriklaan? Ja. Waar mijn kinderen ook hebben gezeten, leuk. Toen ben ik naar Mermelis gegaan in Alkmaar, heb ik 3 jaar opgezeten. Fiets ik dus, wat ik net vertelde over de Bergenweg, zag ik dat verschrikkelijke Anema-terrein liggen met al die vrachtwagens. Niet weten dat je ooit in de toekomst... dacht ik, jezus... Snel doorfietsen. Toen kreeg ik later natuurlijk verkering met meneer Anema. Ik heb maar 3 jaar Mermelis gedaan. Ik was een vrij dynamische puber, laat ik het zo zeggen. Dan ben je nog steeds dynamisch. Ik ben nog steeds een beetje dynamisch. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan, heb ik een creatieve opleiding gedaan. Wat en, heb je gedaan? Ik ben eigenlijk etaleur. Wat leuk. En ik heb modeopleiding gedaan richting presentatie. Dus ik kan van een folder tot etalage in elkaar flansen. Creativiteit is wel echt de rode draad in mijn leven. Leuk. Maar het wonderlijke is dat ik eigenlijk altijd in organisatorische, commerciële banen heb gewerkt. En mis je dat creatieve dan nu? Nee, want ik ben nog Photoshop, fotografie, dat doe ik nog dagelijks. Ja. Wat leuk. Wat vond je het leukste om te doen tot nu toe, van wat je gedaan hebt? Qua werk? Ja. Ik voel me het meest senang in een echt organisatorische functie. Ik voel me heel goed in een speelfunctie.
Nou, die heb je nu. En dat komt eigenlijk in al mijn werk terug. Ik heb heel lang in de uitzendbranche gewerkt. Maar ik ben ook bijna 2 jaar de rechterhand van Piet van der Borden bijvoorbeeld geweest. Makelaar in Alkmaar. Dat is een groot makelaarskantoor. Ook een speelfunctie. Ik ben ondernemer geweest. Ik heb feesten georganiseerd. En altijd kom ik terug op dat organisatorische, die speelfunctie. Ik hoor overeenkomsten. Waar ligt jouw passie in, Femke? Mijn passie? Mijn passie ligt in eerste instantie toch bij de kinderen. Mijn kinderen. Een enorme passie voor. Ik heb 2 geweldig leuke kinderen. Mijn passie ligt heel erg voor bergen. Ik ben echt ontzettend dol op bergen. Ik heb een enorme passie voor cultuur. Dat is wat je al zei in mijn introductie met de paplepel ingegooid. Maar ik hou ontzettend van lezen. En ik hou heel erg veel van film. Ik hou ook heel veel film van theater. Ik heb in beide branches zelf vooral film en theater. Vooral film en televisie heel erg lang gewerkt zelf. Ik kan enorm genieten van mooie verhalen. Ik ben ook dol op yoga. En ik hou heel erg van het strand en de kust. Dat is mijn oplaadstation, daar word ik heel gelukkig van. Schorl? Heb je iets met Schorl? Heb ik iets met Schorl? Ja, ik vind Schorl een enorm mooie kern. Ik zou er zelf willen wonen. Alleen Ian, mijn man, wil dat niet. Die wil daar niet doodgevonden worden. Maar ik wel. Ik kom graag in Schorl, ja. Ja, het is prachtig. Ja. Ja, als ik dat zie, echt mooie boerderijen en zo, daar droom ik echt van. Het klimt daar? Kan je heel goed, ongelooflijk goed van afglijden als het sneeuwt. Alleen is dat niet zo vaak, maar ik heb daar werkelijk fantastisch van afglijden. De Meidenmarkt. Ja, dat ken ik allemaal niet. Nou, er is Riet vast wel geweest, of niet? Ik heb er veel over gehoord. Ja. Verslaggeefster Inge Schoneberg, aan de voet van het Klimduin, in gesprek met een inwoner van Schorl. Vroeger, heel vroeger, luisterde hij naar zijn vrouw. Maar tegenwoordig maakt hij zijn keuze zelf om te gaan stemmen. Heel goed. Gaat u stemmen? Ja, altijd. Welke reden heeft u om te stemmen? Nou, omdat als je niet stemt, heb je ook niks te vertellen. Dan kan je niet klagen van het gaat niet goed of zo. Dus je moet wel meedoen, hè? Je moet dus wel stemmen? Ja, zeker. Heeft u al een keuze kunnen maken op welke partij u gaat stemmen? Nou, eigenlijk altijd dezelfde, ja. Mag ik vragen welke dat is? Nou, vroeger, heel vroeger, deed ik met mijn vrouw mee naar het CDA. Maar tegenwoordig doe ik toch een beetje VVD. VVD. Waar bent u trots op in uw gemeente? Nou, toevallig heb ik dat van de week met iemand verteld. Dat ze zo goed voor de hele omgeving zorgen. Ik woon in een wijk waar ze nu de riolering aan het vernieuwen zijn. Mooi trottoirs aanleggen. De straat, het asfalt gaat weg voor een mooie bestraat met steentjes. De hele wijk. En dat gaat dag aan dag door. Ik vind het, ziet er heel goed uit. En wat zou volgens u beter kunnen? Nou, ik vind dat ze wat veel bomen weghalen tegenwoordig. Maar ze zeggen die zijn ziek of zijn te oud of zo. Maar ik zie bij ons aan de laan 3 hele dikke bomen weg. Aan het eind van het dorp wordt huizen gebouwd of een appartement. En er zijn een hele hoop dikke bomen weggehaald. Dat vind ik jammer. Maar ik denk dat je er weinig aan doet. Wat is volgens u een positieve ontwikkeling in de afgelopen 4 jaar politieke gemeente? Niet zoveel, hè? Nou ja, de economie gaat beter en dat moeten we dan wel vertrouwen. Maar voor de rest merken wij er niet zoveel van. Tenminste, dat vind ik. Een inwoner uit Schorl, hij zegt eigenlijk best wel heel veel. Wat is je opgevallen? Wat ik heel lief vond, is dat hij zei van... Goh, vroeger ging ik met mijn vrouw mee naar het CDA. En toen duurde het... Nu stem ik een beetje VVD. Ja. Dat is bij het meeste opgevangen. Een beetje VVD. Dus hij blijft heel bescheiden en voorzichtig. Ik vind het heel leuk dat hij trots is op een aantal dingen. En wat is jou verder nog opgevallen? Nou, over de boom natuurlijk. Ja, ja, en het riool, dat hij dat heel belangrijk vindt. Ja. Dat de straten er goed bij liggen, dat het goed voor elkaar is. Dat eigenlijk zijn dat zijn
goed voelt. Het zijn centjes die goed besteed worden. Dat zegt hij eigenlijk, hè? Dat hij daar tevreden mee is, dat het goed voelt. En terecht. Ja. Aan de andere kant hoor je hem ook zeggen dat hij misschien wel niet altijd even goed geïnformeerd wordt. Want ze zeggen, en dan gaat het over de bomen. Ja. En dan ze zal dan wel de gemeente zijn, denk ik. Of... Nee, het is moeilijk. Ik vind het zelf ook moeilijk, want ik weet niet wat het is. Volgens mij ben ik daar niet de enige in. Maar elke boom die omgaat, dat doet gewoon, dat doet pijn. Dat doet bijna fysiek pijn. Dat je denkt, ah. En dan natuurlijk ook GroenLinks, duurzaam en zuurstof. En, dat doet gewoon pijn. Het ingewikkelde ervan is dat er gezegd wordt, bij het Staatsbosbeheer van... Kijk, wij hebben daar in Schorel een heel bijzonder, uniek stuk duin. Dat is het grijze duin. En dat willen ze dus in ere herstellen. Dat is, schijnt nergens anders in Nederland te zijn. En dat, daarvoor moeten de bomen gekapt worden. En dan is ja, uit welk, bijna voor welk zeer ga je kiezen? Ga je inderdaad voor dat ene kleine stuk unieke landschap, dat grijze duin? En, of ga je in het, en waar dus zoveel bomen voor gekapt moeten worden? Ik denk dat je in ieder geval klein moet beginnen. En als je dat zou willen doen, is dat je eerst begint met een klein gedeelte te kappen. En dan gaat kijken naar een tijdje van, goh, wat levert dat inderdaad daadwerkelijk op? En is het inderdaad waard om bomen überhaupt te kappen? Laat staan in die hoeveelheid die wordt voorgesteld. Om dit voor elkaar te krijgen. Van het ene heeft, kost dus iets. Jij woont midden tussen de bomen? Ja. Hoe zou je dat ervaren als er in jouw omgeving bomen weggehaald zouden worden? Want dat zou zomaar kunnen als in dit geval dan de PBN. Nou, bij ons op de Heerdeweg worden veel bomen weggehaald. Ik heb met Frits David Zeiler nog bomen geteld. Oh ja. Met z'n tweeën langs de Heerdeweg. En waren... hoeveel? Nou, het liep enorm op. Echt hè? Ja, bomen met gele stippen. Jullie hebben de bomen geteld die gekapt zouden worden. Ja, maar je had gele stippen, rode stippen, dat soort dingen. Het is gewoon heel moeilijk. Ik bedoel, net zoals Fem, ik zie liever alle bomen moeten blijven staan natuurlijk. Maar goed. Ook vogels. Ook vogels. Prachtig, vogels. En wat denk je van marters en alles. Maar goed, een zieke boom zal weg moeten. Ja. Ik heb toevallig een tuin met niet heel veel bomen. Ik heb wel wat bomen, maar ik heb ontzettend veel mooie bamboe. De naam Frits David Zeiler valt even. Mm-hmm. En dan moet ik toch altijd weer even denken van ik moet die vraag toch aan jou stellen, denk ik dan. Ja, prangende vraag. Nee, het is geen prangende vraag. Nee, het is eigenlijk gewoon... Ja. Er gaan heel veel verhalen doen mm-hmm. en de ronde hoe een en ander gegaan is. Je kunt het hier nu in heel kort uitleggen. Ik vind het nog steeds een moeilijk onderwerp. Ik vind het een pijnlijk onderwerp. Ik zou je zeggen, ik hou van die man. Ik vind het een hele bijzondere man. Het spijt me echt ontzettend dat we hem moeten missen. Want hij heeft enorme kwaliteiten. En ik vind het, ja, het beroert me nog steeds. Dat merk je nu ook aan me. Het is alleen, ja, je moet het zo zien... Frits David werd steeds meer zeg maar, een instituut binnen onze partij. Dus een partij binnen de partij. En als je merkt, en dat kan je ook hebben in een huwelijk of in een ander werkverband. Als je merkt dat je toch linksaf, rechtsaf en dat het op een gegeven moment niet meer gaat. Ja, het was onvermijdelijk dat er op een gegeven moment afscheid genomen moest worden. We hebben wel de keus voorgelegd. Hij heeft echt zelf... uiteindelijk toch ook wel besloten dat het zo niet werkte. Maar ik vind het nog steeds voor de politiek jammer. Ja, dat denk ik ook. Ik vind het een bijzondere, markante persoonlijkheid. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten concluderen hoe het ook gegaan is... dat het in ieder geval heel jammer is, want het is een... Het is een hele bijzondere man en hij heeft enorme kwaliteiten. Alleen ja, als ik heel eerlijk ben, wij wilden wat liberaler zijn in een aantal keuzes... Het is ook een groeiproces geweest bij gemeentebelangen. Ik kijk mezelf daar ook bij aan. Ik denk dat ik misschien dat proces wel wat geactiveerd heb. En dat zal niet iedereen fijn vinden. Maar ik denk wel dat het goed was om bepaalde patronen... En ik merkte in de groep ook dat het vele nee ging ons wel in de weg zitten. En ik vind het knap dat Frits David voor zijn principes gaat... Alleen het past er niet meer bij gemeentebelangen. Ja, het is een beetje als de boom. Hè. Soms moet je wel wat ruimte creëren om iets hier tot bloei te kunnen laten. Ik denk dat we allemaal
zowel iedereen, ik denk dat alle partijen hem toch gaan missen. Want het is een bijzonder man. Ja. Heel veel uren gaan erin zitten in dat raadswerk. Zeker. Waarom wil je in godsnaam 4 jaar in de gemeenteraad gaan zitten? Ja, ik denk dat het toch met de liefde voor Bergh te maken heeft. Je moet toch echt wel verliefd zijn of heel veel liefde voelen, wil je dat kunnen opbrengen. Dat geldt nu voor mij. Ja. En echt dingen passief voelen en echt. En ik denk ook wel van dingen moeten gewoon echt anders. En dat is in ieder geval bij mij de drive van. Maar het moet anders kunnen. Het moet meer samen kunnen. En dat we niet steeds weer, ik ga het weer aan, niet steeds op de verschillen gaan zitten, maar op de overeenkomsten en op het gemeenschappelijk doel. Want we willen allemaal een beter en mooie gemeente Bergen. Dat is wat ons bindt. Absoluut, maar het is ook gewoon een ongelooflijk boeiende baan, als ik het zo mag benoemen. Ik bedoel, alle factoren komen voorbij. Ik zie voorbij. Een glinstering terugkomen. Ja, nee, echt. Ja, op vrijdagavond. Ja. Ja. 8-9 debatten. Nee, maar ik voel echt passie voor wat ik nu doe. En ik moet zeggen, ik zuig alle informatie op. En ik leer ervan. Je hebt met juridische zaken te maken, ruimtelijke ordening, sociaal domein, alles. Ja, onze kinderen groeien op hier in de gemeente. En ja, ik wil daar echt actief aan bijdragen. Ja. Ja, ik voel me daar echt gewoon ongelooflijk senang bij. Ja. Nou, zo heb ik je ook leren kennen hoor. Als een gedreven, passievolle. Daar zit ook echt die passie in. Je hebt een bepaald doel wat je wil bereiken. En dat bij de raadsvergadering waar ik bij gezeten heb, en ik hoorde jou. Kwam ik eigenlijk exact hetzelfde tegen. Ja. Het zou mooi zijn als het gewoon nu de komende 4 jaar dat het meer tot bloei kan komen. Zeker. Dat jullie er ook meer invulling aan kunnen geven. Dat verdient het ook. Dat verdienen wij, dat verdient de raad, maar dat verdient vooral gemeente Bergen. Ja. Ja. Oké, okay, dan moeten we. Laten we het gewoon gezamenlijk. Inwoners een keuze gaan maken tegen die tijd, hè? Nog een aantal dagen. Ja. Nou ja, samen met de inwoners. Ja. 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 We hebben zo ongelooflijk veel. Weet je, dat vind ik ook wel jammer dat jij vaak hebt gehad de afgelopen 4 jaar. Dat door heel veel mensen in de raad. En dat klinkt misschien flauw, maar dat het gewoon zo vaak onderschat. We hebben zo ongelooflijk veel creativiteit, maar ook expertise onder de inwoners. Dat is onvoorstelbaar. Als mensen inspreken, dan voel ik me helemaal bescheiden van jeetje, wat een kennis hebben we hier. En ik bedoel, wij zitten daar en het is ongelooflijk leerzaam. En ik ben heel leergierig en nieuwsgierig. Je zuigt van alles op. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen die ook die betrokkenheid en die liefde voor hun kern hebben, voor hun gemeente hebben. En nou ja, zoveel vrije tijd en energie investeren. Maar dat is ook een onderdeel van Code Oranje. Dat is het mooie. Dat je, stel dat je toch meer op, zeg maar, die kant op kan gaan om te besturen. Dan is het zo bij Code Oranje dat je bijvoorbeeld je raadzetel, dat is nog toekomstmuziek, dat kan wettelijk niet, maar we moeten ergens beginnen. En Code Oranje is wel een grote beweging van veel burgemeesters en raadsleden, maar dat je je raadsstoel kunt afstaan aan iemand, een inwoner die expertise heeft op een bepaald gebied. En die zijn er heel veel. Iemand die bij een financiële instelling werkt, maar of een architect. En dat je zegt van nou, bij dit vraagstuk zet. Lijkt me heel hoog. Je kunt niet van een raadslid verwachten. Nee. Dat kan toch helemaal niet. Dat je alles maar weet. Nee. Dat is onmogelijk. Dat. Nee, en zelfs binnen je fractie. Ik bedoel, wij zijn met ons drieën. Jullie trouwens ook. Wij zijn allebei met een drie. En het is ontzettend fijn als je elkaar daar kunt aanvullen. Ja. Weet je, wij zijn met een grote groep. Nee, maar in de raad. Ja, we zijn met z'n tweeën. We hebben maar 2 raadsleden nu. Dat was de afgelopen 4 jaar fractie. Zo. En misschien gaat het veranderen. Jullie 3 raadsleden, ja. Ja. Wat heeft jou geïrriteerd of verrast in ons gesprek? Dat is een hele suggestieve vraag, Ruud. Wat heeft mij geïrriteerd? Of verrast? Niets. Wat heeft mij verrast? Ik vond de vraag wel leuk. Ik vond het wel heel leuk dat ik een vraag kon stellen. Waar ik normaal, dat is natuurlijk ook raar, waar ik normaal geen tijd voor heb of tijd voor neem van goh, wat, ik had nog veel meer willen horen van goh, wat heb je eigenlijk vroeger gedaan? Waar kom je vandaan en wat is je passie en wat had je willen, wat wilde je worden eigenlijk vroeger? Wist je dat al? Had jij een droom? Wat wilde ik worden? Ja, ik heb heel lang. Daar ligt nog steeds mijn liefde. IJslandse ponies gereden. Echt waar? Dat wacht niemand bij mij. Nee. Ik heb ook heel lang paard gereden. Bij Gladur. Oh, ik kan nog steeds, als ik een IJslandse
pony of paard over de Eeuwgelaan zien lopen met telgang. Ja. Met die haren en die snoet in de wind. Ja. Oh. Ik heb er als klein jongetje ook op gereden. Echt? Ja. Maar dat was bij mij heel anders. Temperamentvolle paarden. Ja, dat heb ik ook ervaren. Ik mocht dan als klein jongetje mocht ik dan, moest ik de paardenpoep opruimen. Ja. En mijn kruiwagen in een schip en dat soort dingen. En als ik dat dan had gedaan, dan mocht ik na afloop even een rondje rijden op een van die beesten. En dat was altijd zonder zadel. Ja. Ik heb er nog trauma's over gehad. Je wil niet weten hoe vaak ik eraf gevallen ben. Ja, ik heb een heel goed gevoel voor de juiste onderwerpen aan te kaarten. Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ik heb ook paard gereden. Ja? Ik heb mijn eigen paard of pony gehad vroeger. Ja. Ik was echt paardenmeisje. Nee, niet zo vrouw. Ik heb hier toch op het allerlaatste. Jammer dan toch. Voor mij zit ook in het staan. Ik heb een leuk gesprek gehad en dan moet ik nog even op het laatste moment. Nee, Annelies. Nee. Wat had jij willen worden? Ik wilde vroeger, ik heb heel lang gedanst. Ik ben heel vroeg begonnen met ballet. Ik heb ook echte flinke balletkuiten, echte kenners die herkennen ze. Mooi. Ik heb heel lang gedanst, moderne dans en jazzdans tot begin 20. Had je professioneel willen dansen? Nou, in het volgende leven, ja. Ik heb ook zangeres willen worden. Ik heb in een band gezongen, achtergrond. Oh. Ik heb een jaar een kleinkunstacademie gedaan. Zingen is zo fijn. En ja, heerlijk. En ik heb actrice willen worden. Ik heb ook een aantal jaar in theater gewerkt. Maar ik was te zenuwachtig iedere keer. Dus ik denk, nou, wat ga ik me aandoen? Ik vind die debatten voeren al moeilijk genoeg. Dus dat heb ik ook. Ik wilde kinderboekenschrijfster worden. Dus dat staat nog op mijn bucketlist. En films maken. Nou ja, ik heb 18 jaar voor film en televisie gewerkt. En ook geschreven. En, dus... Waar zou je eerste kinderboek over gaan? Oei, waar zou mijn eerste kinderboek gaan? Ik denk toch een soort Pippi Langkous à la en dan in 2018, 2019. Toch een beetje een ondeugende. Ja, ik was vroeger ook wel redelijk rebels. Een beetje rebels, ja. Maar ook vernieuwend, ook innovatief. Ik bedoel, als je Pippi Langkous was wel mijn grote heldin. Die deed natuurlijk wel enorm ontzettende stoere dingen. En, dacht ook een hele slimme oplossing. Een geweldige slimme oplossing. Ja. Dus dat was een avant la lettre. En dan zou ik een huidige Pippi Langkous zijn. Heb jij zoiets uit je jeugd vandaan? Zo'n karakter waarvan je, als je er nu aan terugdenkt, dat je denkt, dat is leuk? Ik was ook altijd dol op Pippi Langkous. Ja. Die zegt ook van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Ja. Nou, zo'n kruif avant la lettre. Dat is mijn lijfspreuk. Ja. En ik keek vroeger naar De Vijf. En ik las die boeken van De Vijf. Die heb ik ook zo. Die heb ik verslonden met die vuurtoren. En dat jutte op het strand. Ja. Oh. Ja. Nou, dan was ik helemaal vertrokken. Als ik die boeken. Al die boekjes gelezen. Jij ook, Ruud? Echt? Ik heb ze allemaal gelezen. Oh, ik wilde vroeger alleen maar lezen. Ik sliep vroeger bijna. In het donker met een zaklantaarn. Jij ook? Ja. Onder de slaapzak. Ja. Super, hè? Echt. Ja. Ik heb alleen maar al die boeken lezen. Ja, ik ook. Ja. Maar De Vijf waren heel erg. Oh. Ja. Die spraken zo tot mijn verbeelding. Spannend. Ik heb ook gevraagd of ook met die kostschool, die serie. Ja. Ik wilde ook heel graag in Engeland wonen, waar dat afspeelt. Maar ook, ik wilde ook wel op kostschool. Dat leek me ook heel spannend. Nou, to the point. Annelies Adema. Ja? Wat heeft jou geïrriteerd of verrast in ons gesprek? Ik moet toch even die schoolkrant vraag stellen. Hij gaat wel op de tafel staan, hè? Precies, dat zag gisteren namelijk iemand doen. Nee, Ruud. Er heeft mij niets geïrriteerd. Ik vind dat je... Nou, ik vind het verrassend dat je ons echt heel veel ruimte geeft om tot bloei te komen in dit gesprek. Zeg je dat weer charmant? Ja, nee. Heel aardig. Nee. Heel mooi. Nee, het is wel sluitend. Ja. Waarom moeten mensen gaan stemmen? Nou ja, van de 30.000 inwoners stemmen er gemiddeld de helft. Er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Er is wat stond er vanochtend in de krant? Een soort veenbrand die... Veenbrand. Ja, wat nog aanwezig is. Ik denk echt dat er een nieuw tijdperk aan kan komen. En ik hoop dat wij daar actief aan kunnen deelnemen. Ja, en ga alsjeblieft stemmen. Ja, dat wil ik echt wel iedereen oproepen. Ja. Nou ja, als je het hebt over echt... Het ging gisteren ook stelling over participatie, actieve deelname. Ik bedoel, dat kan alleen maar als in eerste instantie gewoon bijna iedereen gaat stemmen. Om zijn of haar stem te laten horen. Maar ook niet alleen op 21 maart. Maar ook daarna, want alleen dan kunnen we samen met de inwoners echt gezamenlijk een mooie en beter Bergen
gemeente Bergen creëren. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te stemmen. Ook als je denkt, ik ben teleurgesteld of ik stem niet. Ik heb vandaag de hele dag met de caravan in Egmond gestaan. Met de collega's. Echt caravan weer, ja. Ja. Met de kip, achter mijn jeep. Al die mensen die je dan spreekt. Wat me heel erg opviel, een heleboel keer. Ik stem niet, want het heeft toch geen zin. Zo jammer, het heeft wel zin. Vertrouwen is heel erg weg. En dat zou ik echt, zouden we, mag ik wel zeggen, zouden we heel graag willen herstellen. Hoe bereiken we dat? Gewoon veel met inwoners in gesprek. Ik zeg nu ook maar we, hè? Want ik voel mezelf ook verantwoordelijk voor. Nou, heel veel met elkaar in gesprek en gewoon bij elk het gewoon heel het proces anders beginnen. Vanaf het begin samen om de tafel inventariseren van wat willen we gaan doen. En dan een bestemmingsplan vastzetten en dan openbaar uitbesteden. Weet je, dat er ook echt iets te kiezen valt. Want ik bedoel, de definitie van kiezen is dat je uit één of meerdere opties een keuze hebt, de beste kiest. Weet je, laten we voor kwaliteit gaan. We hebben ook gewoon zo weinig gemeentegrond. Laten we dat gewoon heel kwaliteit. Laten we heel zuinig en duurzaam, komt toch even ons, duurzaam met onze grond omgaan. Ja, duurzaam zijn jullie straks kwijt, hè? Want dat is wel eigenlijk wat we allemaal omarmen ondertussen. Dat is niet meer echt een GroenLinks speerpunt. Nou, iedereen heeft het over duurzaamheid, maar ga maar eens kijken wat er daadwerkelijk duurzaam gebeurt. Dan is dat nog heel. We hebben nog echt heel veel slagen te maken. In het gebied van energietransitie of andere. Gasloos of inderdaad zelfs zonne-energie of. Noem maar op. We hebben nog echt behoorlijk. Zo duurzaam zijn we nog niet. Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Maar, ik bedoel, als je het hebt over participatie, wat Femke nu ook zegt, dan denk ik dat, want ik sluit me helemaal aan bij wat Fem zegt, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we zichtbaar zijn. En dat we het niet alleen hebben over allerlei zaken die we willen gaan doen of besluitvorming, maar ook laagdrempelig maken. En, echt naar de inwoners. Ja, daar hebben we wel een slag te slaan. Ze moeten ons ook kennen, zeg maar. Ze moeten ons herkennen. En ik vind bijvoorbeeld als je volksvertegenwoordiger bent, dan als ik door de supermarkt loop en iemand spreekt mij aan, dan neem ik daar ook de tijd voor. Want ik ben volksvertegenwoordiger en dan kan ik niet denken van ja, vandaag maar even niet. Dat is de meest directe weg, hè? Je inwoners serieus nemen. Precies, je moet ze serieus nemen. Je moet met ze in gesprek gaan. Je moet zichtbaar zijn. Ze moeten je weten te vinden. En je moet oren en alles open hebben om dat tot je te nemen en daar je werk van te maken. Dat is ontzettend belangrijk. Dankjewel. We komen aan het einde van het programma. Tijd gaat snel. We zijn toegekomen aan de minuut van Ruud. Dat betekent dat je 1 minuut de tijd krijgt om de kiezers uit te leggen waarom ze voor jou moeten kiezen. Het wordt deze camera. We starten zometeen een filmpje en na dat filmpje trapt Femke af. Weer, mag ik weer? Goed. De minuut van Ruud. Ja. Ik mag? Jij mag. Liefde op het eerste gezicht. Dat overkwam mij toen ik 11 jaar geleden met mijn 2 kinderen in Bergen kwam wonen. Want het dorp ademt Bourgondisch kunst, cultuur, kwaliteit, schoonheid, maar vooral rust en natuur. Het bos, het duin, de zee, het open polderlandschap. En als ik waar in Nederland ik ook kom, vertel dat ik in Bergen woon, zegt iedereen jaloers. Woon jij in dat mooie kunstenaarsdorp vlakbij zee? Ja, zei Trots, dat is mijn dorp. En uw dorp, want onze gemeente Bergen heeft zo'n goede branding, maar we moeten wel heel goed voor haar zorgen. En wat GroenLinks betreft wegen wij in alle beslissingen niet alleen het heden en het verleden, maar vooral de toekomst mee. Want dat is waar duurzaamheid over gaat. En dat is waar GroenLinks voor staat. Dat we bij elke beslissing dat we nadenken van wat is niet alleen goed voor nu, maar ook voor onze toekomst. Voor morgen, voor onze kinderen en kleinkinderen. Exact een minuut. Dank je wel. Echt waar? Yes. Voor jou ook hetzelfde verhaal. Gemeentebelangen. Het is de oudste partij, de oudste lokale partij. Het is een hele sterke partij. We hebben veel fractieleden, veel kennis in huis. Ook lef.
We hebben raadsleden die al heel lang meedraaien, veel kennis hebben, veel ervaring. Maar we hebben ook nieuwe mensen. We zijn heel divers en ja, ik kan alleen maar zeggen, op het gebied van ruimtelijke ordening, sociaal domein, kunst, cultuur, natuur. Het zijn allemaal dingen die heel erg vertegenwoordigd zijn bij ons. En we willen graag samen met de inwoners een nieuwe vorm vinden van besturen. Code Oranje, ook bij ons. Dus graag gemeentebelangen. Dankjewel, Annelies. Dit was de stemming voor vandaag. Hartelijk dank aan onze gasten Femke Ouwendag en Annelies Adema. Fijn dat jullie gekomen zijn. Maandagavond, 2 dagen voor de verkiezingen, zijn we weer met een nieuwe aflevering van de stemming om 8:30 s'avonds. Dan hebben wij als gasten de lijsttrekkers Janina Luttig-Zwart van Kies Lokaal en Kees Roem van de VVD. Herhalingen van deze aflevering kunt u vanaf morgen zien bij TV 80, de RTV 80 pagina's op Facebook, YouTube en op Flessenpost Uitbergen. Kijk naar de stemming, zodat u weet wie u kiest. Voor nu een fijne avond en tot maandag. Dankjewel. Dankjewel, Ruud.